opstand in Egypte kunnen we overal volgen. Dankzij berichten en beelden die de demonstranten maken met hun mobiele telefoons, die via het internet worden doorgegeven. Het digitale tijdperk biedt nieuwe mogelijkheden om de wereld te veranderen. Ook voor mensen die op grote afstand zijn van waar de opstanden werkelijk plaatsvinden. Migranten krijgen in dit digitale tijdperk hierdoor een nieuwe rol. Ze hoeven niet meer passief toe te kijken, maar ze kunnen iets doen via blogs, Facebook en Twitterberichten. Ze kunnen hun mening geven, ze kunnen de opstandelingen aansporen. Over dit activisme op de lange afstand praat ik met Alex Gbanze. Hij komt uit de Ivoorkust en maakt vanuit Friesland een online krant voor zijn landgenoten in Afrika. Shahin Nasiri uit Iran. Hij studeert filosofie in Leiden en leidt een netwerk van Iraanse studenten in Nederland. En Kota Darmoni uit Tunesië. En nu docent cultuur en media aan de Universiteit van Amsterdam. Alex, jij kwam als vluchtte uit 17 jaar geleden al. Ja, 14 jaar. 14 jaar 14 geleden. Jaar, ja. Waarom vluchtte je? Door mijn studentenactiviteiten. Politieke studenten. Politiek vluchteling gewoon. Ja, en wat ben je hier gaan doen? Of kwam je meteen naar Nederland? Of? Ik ben een tijdje in Duitsland geweest. En vanuit Duitsland kwam ik in 96. Ja. En toen? En toen de taal, Nederlands. Mm-hmm. Ja, en aan de studie. Wat heel goed gelukt is. Het is gelukt, ja. Ja. Ja, dat klopt. En verder? En verder de studie. En naar de studie. 4 jaar studie en kijken of wat ik zou doen. Toen ben ik met mijn eigen bedrijf begonnen. Ja, ja. IT-bedrijf. IT-bedrijf. En dan ineens is er een politieke crisis in het land. Hè? Ja. Als we het heel kort mogen samenvatten. De president heeft de verkiezingen verloren, maar hij wil niet aftreden. Hij wil niet aftreden, dat klopt. Het is niet ineens zo, want de crisis van nu is een langlopend proces geweest. Mm-hmm. Dat is sinds, je kunt teruggaan tot 1995. Ja. Ja, ja. Maar de mensen komen vooral nu in verzet vanwege het feit dat hij niet weggaat. Vanwege het feit dat hij geen afstand doet. Ja, het gaat nu om, die man heeft de verkiezingen verloren, dus hij moet de macht aan de andere man overlaten. Zo is het. Ja. 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 En hoe lang duurt dit verzet al, sinds de verlies van de verkiezingen? Ja, we zijn nu 2 maanden verder. 2 maanden verder. 2 maanden, ja. En is er vooruitzicht? Er is vooruitzicht, ja. Ja? Ja, ja. Hebben jullie al enig idee wanneer hij weggaat? Nee, dat kan ik niet met zekerheid geven. Maar ik geef hem nu vanaf nu 1 maand zo de tijd. Ja, ja. Ja. Jij geeft hem 1 maand? Ik geef hem 1 maand, ja. Aan de hand van de informatie die ik heb. Ik kan niet luisteren naar je. Shahin, jij bent ook gevlucht uit Iran. Ja. Hoe oud was je toen? Ja, ik was 14. Je was 14? Ja, op 14-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen. Dus je hebt nog hele duidelijke herinneringen aan. Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb hele goede herinneringen in Iran nog. Ja. Hele goede herinneringen. En ben je ooit nog terug geweest? Nee. En Kotar, de opstand in Tunesië trouwens, dat was heel kort en heel bondig. Hè. 11 januari gaan de mensen in Tunis op straat en 3 dagen later is de president gevallen. Dat klopt niet helemaal. Nee, maar ik bedoel, in grote lijnen. Nee. In de media lijkt het zo. Precies. 3 dagen. In de westerse media, omdat dat is ook Tunesië, niemand verwacht het. Omdat het kwam in de media eigenlijk toen de eerste reizigers vanuit Europa moesten terug naar Europa. Ja, maar eigenlijk het is begonnen 17 december toen dat Bouazizi. Dat was toen die jongen die zich in brand stak. Ja. Ja. En de president dus 11 januari kreeg hij, omdat de leger niet mee wou doen, en kreeg hij van generaal Rashid Ammar, met ook medewerking van de ambassadeur van Amerika, dat hij heeft precies 3 uur de tijd om een vliegtuig te pakken en weg te gaan. En maar, daarna kreeg hij geen veiligheid meer. Maar het is toch razendsnel gegaan, ook als je op 17 december begint. Als die mensen in Tunesië het geweten hadden, waren ze veel eerder nog. Ja, maar het is, die mensen in Tunesië die wonen in een heavy dictatuur sinds bijna 30 jaar. Zij weten ook sinds... En binnen een maand of wat is hij geklopt? Sinds de publishing van Wikileaks, dan wordt het opeens bevestigd. De corruptie dat Tunesiërs al vermoeden over de regering, is dat bevestigd van Wikileaks, via ook social media's. Mm-hmm. En toen is het heel snel gegaan als een soort van flame. Ja, ja. Maar de grootste gebeurtenis nu is natuurlijk Egypte. Een van de meest bekeken filmpjes op YouTube is deze. It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today.
Christian, whether you're a Muslim, whether you're an atheist, you will demand your goddamn rights, and we will have our rights, one way or the other. We will never be silent. You. Zulke filmpjes zijn er ook van Tunesië en ook van Iran. Wat gaat er in jullie om als jullie zo'n filmpje zien? Voor mij, ik word heel verdrietig, want dan denk ik, die mensen doen hun best. Zij vragen niet voor zoveel. Zij vragen gewoon normale universele waarden zoals vrijheid, werk en waardigheid, dignity. Uh-huh. Dus het is normaal, het is menselijk. En zij worden behandeld als beesten. Uh-huh. En het is voor mij heel pijnlijk om zulke beelden te zien. Omdat dan denk ik, het is verval van een beschaving, van een cultuur. Ja. Omdat je gewoon een domme dictateur de macht hebt die gewoon zijn eigen volk mishandelt op zo'n manier. Het is vreselijk. Maar krijg je ook iets als je de beeld van Iran ziet bijvoorbeeld op YouTube, krijg je dan ook iets van heimwee of angst? Iets anders? Wat voor gevoel heb je dan? Ja, je kan het niet echt goed verwoorden met woorden als heimwee of angst. Als mensen op straat komen, dan ja. Als ik mensen op straat zie in Iran of in Egypte, dan zie ik dat als een als iets moois. Hoopvol. Dat, ja, het is ook hoopvol, want dat is eigenlijk als mensen op straat komen, dan heb je te maken met een directe politieke engagement van mensen die jarenlang zijn onderdrukt door welke dictator dan ook. Ja, als we het nu over Egypte hebben, heb je daar een ander soort dictator dan in Iran. In Iran is het veel erger en de onderdrukkingsmachine is veel ingewikkelder ook. Ja. De straat is de plaats waar je de machtsverhoudingen kan veranderen. Maar even terug naar de YouTube-filmpjes. Klik je ze ook echt aan? Ga je er echt naartoe? Zoek je ze op? Stuur je het naar elkaar toe als vrienden? Tegenwoordig kan je natuurlijk via Facebook en allerlei andere sociale media. Dat doe je dus ook? Ja, zeker. Alex, zulke filmpjes die zijn wel erg effectief. Ze zijn ook lichtelijk opruiend. Maar jij kiest voor je online krant een, als ik het mag zeggen, een iets saaiere opzet. We zien het hier in beeld. Ja. Waarom doe je dat? Ik wil iets formeel hebben. Formeel, iets serieus. En ik mikte op termijn, op lange termijn. Niet op korte termijn, niet met een evenement of met een gebeurtenis iets doen of zo. Maar ik had een lange termijn doel in mijn hoofd. Mm-hmm. En daarvoor ben wij voor een krantenopzet gekozen. Ja. Hoe kom je aan je informatie? Ik heb collega's in Ifocus. Mm-hmm. Ik werk met een dagblad en een weekblad in Ifocus. Werken wij samen, wisselen wij van informatie. Zo kom ik aan mijn informatie, ja. Wat doe jij? Doe jij alleen maar het redactionele werk? Zet je het alleen maar erop? Of, zeg maar, ik bepaal alles wat op de site te zien is. Jij bent de hoofdredacteur van de online krant. Ja. En wie leest deze krant? Migranten uit Ifocus. Ja? In Frankrijk of in Ifocus zelf. We zitten nu op 20.000 à 40.000 bezoekers per dag. Mm-hmm. Van wie 48 of 50 uit Ifocus komen. En voor de rest is het verspreiden uit Frankrijk, Europa, Engeland, Amerika, Canada. Je zegt dat jij bepaalt wat erin komt. Op grond waarvan bepaal je dat? Hoe bepaal je de inhoud? Nou, ik heb een doel. Het gaat mij meer om wat is de informatie. Wat voor waarde heeft de informatie ten opzichte van de democratisering van die focus? Wat is je doel dan? Hoe zou je je doel formuleren? Democratiseringsproces. Dus alles wat de democratisering proces zou kan bevorderen, heeft voor jou voor mij, prioriteit. Ja, is prioriteit. Ja. En zou jij dat werk alleen vanuit hier kunnen doen? Kan dat niet vanuit Ifocus? Nee, je kan het vanuit overal doen. Vanuit Ifocus zit je met internetverbinding die uitvalt of stroom die uitvalt. Dus, maar of word je opgepakt? Of je wordt opgepakt, ja. Ja, of, maar opgepakt, maar dat geldt ook voor de mensen die voor jou informatie verzamelen. Die kunnen ook in gevaar komen. Ja, ik ben het boorbeeld van die site. Die andere jongeren zijn niet bekend. Die staan niet bekend. Die staan niet bekend. Oh, dus je maakt gebruik van hun anonieme berichten. Shaheen, jij bent voorzitter van een Iraanse vereniging, de Iranian Progressive Youth. Het is opgericht na de verkiezingen en protesten in Iran van de zomer van 2009. Ja. Wilden jullie die straatprotesten voeden, bevorderen? Eigenlijk, ja, in eerste instantie wilden wij
De stem zijn van de mensen die destijds op straat waren gekomen om hun protest te uiten. De stem van het Iraanse volk was, ja, ze willen verandering. Ja. Ze willen democratie, ze willen vrijheid, ze willen gelijkheid, ze willen rechtvaardigheid. Mm-hmm. Maar als vereniging willen we eigenlijk veel meer doen. Want dat was alleen maar de stem van het Iraanse volk zijn door allerlei demonstraties te organiseren. Dat vonden we te weinig. We willen eigenlijk veel meer dingen doen door... Want er zijn al heel veel Iraanse verenigingen in Nederland. Ja, want er zijn ook heel veel Iraniërs in Nederland. Ja, maar elke Iraniër heeft een vereniging, lijkt het wel. Maar waar streef jij naar? Dat kan je eigenlijk al aan onze naam een beetje afleiden. Wij willen ook ons richten tot de Iraanse jongeren die hier in Nederland wonen. We willen ook eigenlijk de stem zijn van de Iraanse jongeren, die Iraanse studenten die in Iran wonen. Dat is ook eigenlijk de grootste, demografisch gezien ook de grootste groep. Iran is een heel jonge bevolking. Ja. Ja, ja. En we willen ook progressief zijn en ook we willen eigenlijk proberen om eigenlijk een beetje die progressieve discours ook om meer de cultuur van dialoog en tolerantie, maar ook het begrip democratie, het concept democratie, dat ook meer uit te breiden. Doen jullie dat dan? Alleen maar met sociale media? Nou, niet alleen maar door de sociale media. Dat doen we eigenlijk door... Ook door conferenties te organiseren. Maar die conferenties organiseren jullie hier? Ja. Maar daar hebben die Iraanse jongeren in Iran niks aan. Dat kan je makkelijk via internet uitzenden hoor. Oké, dus jullie gebruiken toch vooral die moderne internetmedia. Kautar, Tunesië is de success story op het ogenblik. Maar er is nog steeds veel gedoe met het nieuwe kabinet. Wordt het nou echt veel beter? Je moet ergens beginnen. En in Tunesië, dat was een heel belangrijke, gewoon symbolische stap waar het volk... Beseffen de mensen daar wel dat het een symbolische stap was? Of course, omdat in Tunesië, het is begonnen eigenlijk Ben Ali in 1994. Hij was gedwongen door protest van intellectueel binnenland en het buitenland en Europa om to open the space for democracy. Wat deed hij? Hij dacht, oké, ik ga internet openen. En ontwikkelen, omdat internet, dat is makkelijk te controleren, heeft 600 ICT'ers. Dat is heel ironisch. Dus de president opent het internet en het internet wordt gebruikt om hem af te zetten. Dus hij heeft keurig 600 ICT'ers gebruikt als activist, cyberpolitie. Mm-hmm. Cyberpolitie in Tunesië geïnstalleerd, keurig. En internet, eigenlijk Ben Ali dacht internet, dit is een geweldig entertainment methode, zodat de jeugd die werkloos is, gaat de hele dag in internetcafé zitten en dan gaan ze naar spelletjes spelen en filmpjes bekijken. Voilà. Ja. Maar uiteindelijk, wat Ben Ali niet wist, en omdat Tunesië heeft heel veel hoogopgeleide mensen, en in het bijzonder, Ben Ali heeft heel veel geïnvesteerd in ICT, dus je had een hele generatie die gingen, een van de beste hackers in Frankrijk komen uit Tunesië, dus die gingen bijvoorbeeld tijdens de Tunesische revolutie hackers, Tunesische hackers vanuit Frankrijk hebben de informatiek systeem, computersysteem vanuit de president gehakt, vanuit de politie, vanuit die army. Dus hij begon de moeilijkheden te krijgen die hij niet had voorzien. Dus Ben Ali heeft verloren met zijn eigen instrument. Maar Shaheen en Alex die zijn actief via het internet, via informatie, via conferenties en zijn krant. Jij niet. Jij hebt geen eigen blog. Ik ben actief op een andere manier. Ik heb mijn werk van gemaakt. Dus ik doseer en ik ben researcher in compared media en in Arabische media. Dus ik analyseer de hele dag media en ik vanuit de Arabische wereld, vanuit de westerse wereld, alles wat heeft te maken met Arabische media. Dus internet, televisie, films, alles, new media. Oké, jij onderzoekt het allemaal, maar had jij dan dit kunnen voorzien een beetje? Dat het proces van Ben Ali, die zet het internet open, omdat hij denkt dat het alleen maar entertainment gaat, voor entertainment gaat zorgen. Ja. En ineens ontstaan er totaal andere gebeurtenissen. Eigenlijk zag je dat een beetje van de voren? Ja, als je in Tunesië bent, sowieso, dan denk je, het is gewoon een soort van een tikkende bom. Het gaat exploderen. We don't know when. Mm-hmm. We didn't expect it so fast. Maar wij weten dat, omdat alles wat circuleert op internet is zo ontroerend, is zo heftig, is zo dat die mensen weten dat. Ze weten wat gebeurt natuurlijk. Dan denk je, oké, wanneer? Wanneer? Okay. Wanneer? Laten we even focussen op de rol van de sociale media. Mm-hmm. De Iraanse regering van president Ahmadinejad heeft de toegang tot veel websites geblokkeerd. Een van de weinige communicatiemiddelen die in Iran nog wel werken, is de berichtenwebsite Twitter. Berichtjes met het onderwerp Iran zijn volgens Twitter-statistieken op dit moment zelfs het populairst wereldwijd.
regime had nooit verwacht de macht van nieuwe media, dat de jongeren zo massaal aanwezig zouden zijn en hun stem vanuit met de media naar de wereld zouden over kunnen brengen. Wij sturen anti-filters, zodat ze sites van regime kunnen omzeilen. En daarna sturen wij mirror sites, zodat het voor de Iraanse regime valt niet te traceren. This is citizen journalism. Yes. YouTube en Facebook, voorlopig moeten we het ermee doen. En dat is niet meer te stoppen? Dat is nooit meer te stoppen in Iran. In Iran was het belang van die social media ontzettend groot. Hè? Ja, zeker. Maar als je dat vergelijkt met Tunesië, kun je dan zeggen dat de Iraanse opstand van de zomer van 2009 gewoon is mislukt? Ja, je kan natuurlijk nooit zeggen dat het mislukt is. In Tunesië ging de president weg, er kwam een regime veranderen. Je kan wel zeggen dat de opstand in Tunesië wel gelukt is. Mm-hmm. Maar het is moeilijk om te zeggen dat de Iran mislukt nee, is. Nee. En, je hebt natuurlijk in Iran je hebt een totaal te maken met een totaal ander regime. Eigenlijk veel ingewikkelder is dan een land als Tunesië. En geopolitiek. Strategisch gezien is Iran ook eigenlijk echt heel belangrijk voor de wereldpolitiek. Dus, echt een omwenteling zou je niet zo snel kunnen verwachten als bijvoorbeeld in Tunesië. Mm-hmm. Maar was jij verbaasd over hoe belangrijk Twitteren en Facebookpagina's enzovoort zouden zijn voor de opstand zelf? Ja, het is heel belangrijk. En 2009, was dat nieuw voor jou? De manier waarop... waarmee je eigenlijk de social media gebruikt en hoe slimmer mensen dat gaan gebruiken. Ja, in Iran. Dat groeit eigenlijk dagelijks. Ja. De rol van social media is eigenlijk enorm geweest om de totalitaire controle die in Iran aanwezig was, om dat te doorbreken. Ja. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de tijd van de totalitaire controle van de staat is voorbij. Ja. Juist mede door het bestaan van de informatievoorziening zo veel opener is geworden. Alex, zou jij zonder internet jouw werk niet kunnen doen? Nee, niet helemaal. Nee, dat had niet gekund. Want het idee hierachter was om in papier en krant in die focus te beginnen. Mm-hmm. Nou ja, je zit met kosten, opstartkosten. En je zit ook met die vrijheid om alles te kunnen schuiven. En je ziet het in de praktijk dat in die focus dat gewoon niet kan. Ja, want je krijgt ook een bepaalde informatie aangeleverd door collega's die in feite kranten hebben in die focus, maar die denken oké, we hebben die krantje, maar die informatie hebben wij, die kunnen wij niet publiceren. Je zit daar in Nederland, je kunt op internet zetten en je loopt minder gevaar. Ja. Maar weet je, het is wel een nieuwe ontwikkeling, want vroeger kwamen er ook vluchtelingen naar Nederland en wat ze dan deden was, ze gaven voorlichting in Nederland aan Nederlanders. Ze probeerden dan solidariteit te verkrijgen bij de Nederlanders. Ik kan denken aan, er is een hele beroemde, was het Comité Zuidelijk Afrika, het Nicaragua-comité. Dat doen jullie allemaal niet? Nou, ik heb de situatie in die focus is licht anders dan de situatie met ANC in Zuid-Afrika, met Mandela en zo. Mm-hmm. Daar was je een volk die in opstand kwam, terwijl onderdrukking vanaf het buitenaf. Ja. Het probleem in die focus is intern. Het is een verdeling tussen bevolkingsgroepen. Ja, maar wat er vroeger ook gebeurde, vluchtelingen die zamelden ook geld in voor de strijd. Dat doen ze. In het land. Dat doe, zie ik. Ben totaal neutraal. Voor voedsel, voor wapens, et cetera. Dat doe je niet. Ik heb geen politieke partij in de focus. Ik kies voor geen partij in de focus. Ik ben neutraal. Maar mensen die bij die partijen horen, landgenoten, die doen dat soort acties. Er zijn ook acties. Mensen die bij de president, de zittende president horen, bij de oppositie horen, die doen dat soort acties om. Jij wil gewoon een kritisch medium zijn zonder. Ja, ik laat. Ik doe mijn werk. Ik bedoel, ik kan niet alles doen. Mm-hmm. Ja, ik kan niet overheen met allerlei activiteiten bezig gaan. Dus ik laat bepaalde mensen dat doen en ik concentreer mij veel mensen op. Hoeveel mensen hebben computers in Ivoorkust? De spreiding van computers en internet is in Iran flink gevorderd. Mm-hmm. Het is meer in Iran, denk ik. Ja? Dan in Ivoorkust, hoe is dat daar? Nou, het komt wel. Wat moet men doen om jouw krant te kunnen lezen? Moet men naar een internetcafé gaan? De meesten gaan naar een internetcafé. Ja. En daarnaast heb ik
op kantoor, heel veel computers. Je hebt ook burgers die gewoon thuis een internetaansluiting hebben. Ja. Ja. Kautar, men zegt wel, die Twitter-revoluties, zoals dan een beetje laatdunkend worden genoemd, die zijn geen echte omwentelingen. Het is sowieso, bijvoorbeeld als ik het geval van Tunesië of Egypte of in het algemeen Arabische wereld, er is, mensen zijn gewoon zat en actief, et cetera, voor jaren. Maar de steun voor het uiten van je onvrede, het is heel erg vrijblijvend. Je moet een thumbs up of thumbs down, ik bedoel, dat is ongeveer je solidariteit. Het belangrijkste ervan is dat nu dingen komen sneller naar boven. Dus bijvoorbeeld met Wikileaks. Dus mensen, die informatie circuleert sneller. En dat is heel belangrijk voor mensen ook om snelle beslissingen te kunnen nemen. Ja, oké, Wikileaks is een heel bijzondere situatie. Maar zou men met Twitter bijvoorbeeld, wat kan Twitter doen? Vertellen waar in Tunesië, omdat ik was continu in contact met mijn familie en vrienden in Tunesië, om mensen zich te kunnen organiseren, om te kunnen voor manifestatie, voor gevaar, voor bijvoorbeeld om die hoek van de straat, er zit politie die mensen aan het mishandelen is, et cetera, et cetera, et cetera, foto's nemen. Daarom ook Mubarak, de eerste wat hij deed, is internet en Twitter en Facebook allemaal uit de lucht te halen. Wat nieuw was. Bien sûr. Dat hebben ze in Iran niet gedaan. Dat hebben ze ook in Iran proberen te doen. Natuurlijk probeert het Iraanse regime om de toegang tot internet zoveel mogelijk te beperken. Doen ze dat tegenwoordig ook? Vallen ze internetproviders lastig? Nou, internet tot nu toe niet, maar sms-verkeer is platgelegd. Vaak platgelegd. In die focus het gaat meer om mobiele telefoonverkeer of sms-verkeer. Ja. Dat worden dat blijft nog het enige instrument van de autoriteiten. Ja. Maar de moeilijke vraag bij die hele lange afstandsactivisme, dat gedoe, is natuurlijk, is die afstand echt nodig? Is het niet beter om daar te zijn? Laten we luisteren naar een antwoord. Heeft u ook het gevoel, ik zou er eigenlijk wel naartoe willen? Ja. Ja, ik had het ook heel sterk. Zaterdag speelde ik mijn laatste voorstelling van Basket en Worrel. En sta ik dan in die voorstelling in die World spelen. En ik was niet weg te krijgen voor de televisie. Mm-hmm. Want ik zag de noodzaak niet van om die avond met een grijze pruik en die World te gaan spelen. Goed, dit was de laatste voorstelling. Dus je zou zeggen, pak het vliegtuig en ga die kant op. Ik weet niet of dat helpt. Ik wil erbij zijn. Ik snap heel goed wat je zegt, Frits. Ja. Als je zegt van, je wil erbij zijn. Nu gebeurt het. Ja, misschien bij het familie zijn. Ja, dat vooral. Vooral dat. Maar ik hou. Ik weet niet of het. Maar misschien gebeurt het hoor. Misschien, ik sluit het niet uit. Dat ik opeens echt besluit. Inderdaad, nu is het zo gevaarlijk. Nu is er zoveel aan de hand daar. Nu moet ik bij mijn moeder zijn. Ja, hoeveel meer moet er nou nog aan de hand zijn dan nu dan? Onzekerder misschien. Het is ook een moeilijke vraag, hè? Maar ik ga het jullie toch stellen. Waarom gaan jullie terug? Het is voor mij, ik heb ook een keuze gemaakt. Ik heb gekozen om in Europa te zijn. Ik heb gekozen voor Nederland, voor Amsterdam. Dus dit is gewoon this is my home. Je wil niet terug? Nee, ik heb altijd contact met Tunesië, maar ik heb ook bewust gekozen om mijn leven ergens anders te gaan bouwen. Ik heb nooit, omdat dat is ook wat mijn, ik zie dat als mijn taak, taak als een soort van brug te slaan tussen culturen. Dus ik doe ook heel veel dingen hier, ook voor Tunesië bijvoorbeeld, met mijn werk, met wat ik doe. Dus ik zie mezelf, het feit dat ik in Europa ben, en het is nu de wereld door de globalisatie is gewoon één grote plek geworden. Dus het maakt niet uit of je daar bent of hier. Vraag ik waarom wil je niet daar zijn, dan zeg je niet daar wil ik niet zijn. Ik ga daar af en toe en ik ga daar zelfs vaak. Maar om daar opnieuw te leven, nee. Alex, jij? Kun je daar niet van meer betekenis zijn dan hier? Het maakt mij totaal niks uit waar ik zit. Vanuit het maakt die focus, niet uit. Nee, het maakt niet uit. Nee. Waarom ga je dan niet terug naar die focus? Nee, omdat in overleg met de collega's hebben wij besloten dat ik hier blijf. Wat is het overleg over? Overleg. Ik zou naar je focus met toen dit allemaal begon. Ik zou naar je focus, maar de collega's samen gezamenlijk hebben gezegd, jij blijft daar, want we hebben jou vanuit je positie nodig. En wat is het voordeel van die positie precies? Ik loop geen gevaar, ik ben vrij. Maar ook dat maar, de krant kan. Maar dan is het er voor jou een moeilijke besluit, want jij zit dan hier veilig en jouw kameraden lopen daar gevaar. Nou ja, ik zit niet zo veilig. Ik heb ook een gezin hier, hè. Dus dat is ook een reden waarom ik hier blijf. Ja, ja.
Maar ik, vanuit mijn hart of vanuit mijn hele voorgeschiedenis, zou ik in die focus nu willen zitten, bijvoorbeeld. Je zou dat willen? Ja, om dat mee te maken. Ja. Shahin? Ja. Ja, het is natuurlijk zo dat zolang mensen in hun eigen land actief kunnen zijn als activist, is dat natuurlijk veel effectiever om in het land zelf te blijven. Maar het land verlaten is niet een kwestie van keus. Dat komt door een noodgeval. Of beland je in de gevangenis, dan riskeer je je leven. Of moet je het land uit. Maar dan ook kan je nog in het buitenland nog heel veel dingen doen. Ja. Want het Iraanse regime probeert de civil society in Iran, de sociale bewegingen, zoveel mogelijk te isoleren. Mm-hmm. En juist als Iranier, al hier in Nederland, kan je de stem zijn van de Iraanse mensen die daar onderdrukt worden. Ja. En kan je de mensenrechten situatie, hier wereldwijd aan de orde brengen. Maar dan blijf ik toch zitten met een probleem. Dat is het probleem van die aansprakelijkheid. Hè. Er zijn situaties bekend waarin migrantengemeenschappen geld inzamelden om bijvoorbeeld een bepaalde gewapende strijd of opstand te financieren. Maar daar gingen de mensen dood. Niet hier. Ze bleven hier veilig. Zij bleven naar de zone sturen naar de universiteit. Maar bijvoorbeeld, wat gebeurt ook in die landen? Als ik neem bijvoorbeeld het geval van Tunesië of Marokko of Egypte of Jemen, et cetera. De politiek, dat wordt hier bepaald. De publieke opinie, de manier waarop men denkt over het deel van de wereld, bepaalt ook de politiek daar. De steun bijvoorbeeld van Europa of van Amerika, et cetera, aan die regime. Dus bijvoorbeeld de publieke opinie hier. De publieke opinie hier moet ook bijvoorbeeld Natuurlijk. Maar de stelling is, zou kunnen zijn, als je je met de strijd wilt bemoeien, dan moet je je ook in die strijd begeven. Strijd kan overal zijn. Activisme kan overal zijn. Als ik hier ben, doe ik ook heel veel nuttige dingen voor Tunesië. Niet alleen maar als ik in Tunesië ben. Jij bent het helemaal niet eens met deze stelling? Nee. Vooral nu, in deze tijden, met die moderne communicatiemiddelen die we hebben, dat hoeft niet. No. Want activisme, wat heb je nodig? Ja, het is communiceren, het is heel belangrijk. Het is een van de belangrijkste aspecten van het activisme. Dus dat communiceren te worden, hoef je niet per se vanuit die landen te doen. Dat kan vanuit je. Nogmaals, de grootste media, die zijn maar ondanks je schuldgevoel, ondanks je gevoel dat nee, ik heb geen schuldgevoel. Nee. En die wil ons dwingen om te zeggen dat we schuldig zijn. Nee, het is geen dwang, maar het is een serieuze kwestie. Nee. Die mensen daar lopen gevaar, die mensen daar gaan de straat op, die mensen daar worden in elkaar geslagen, die mensen daar worden vervolgd door de politie. Nee, ik zei tegen mijn collega's, jongens, wees voorzichtig. Kijk uit, analyseer, kijk uit, ga niet overal heen. Dat doen wij. Het is niet dat je de jongens aanstuurt naar gevaarlijke plekken, zo in de hoofdstad of in het land. Nee, dat doen wij. Maar zelfs door je aanwezigheid hier kan je juist die mensen daar beschermen. Precies, je kunt het stimuleren. Door hun zaak wereldwijd bekend te maken, informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld, ik herinner me toen de eerste boek over Leila Ben Ali, de vrouw van de president in Frankrijk. Toen heb ik dat gescand, gestuurd overal. Omdat in Tunesië hebben ze geen access aan die boek over de familie van de president. Dus ik verzamel continu informatie. En soms ben ik bang als ik naar Tunesië ga, dat ik ergens in de douane, ze gaan me arresteren. Omdat met die cyberpolice weten ze ook precies wat gebeurt. Dus zelfs als je dingen hier doet, betekent niet dat je safe bent. Even voor jou een gewetensvraag. Als de omwenteling in Iran een feit zou zijn. Mm-hmm. En als het huidige regime van de Ayatollahs valt en het een modern land wordt, wat doe je dan? Ik zou eigenlijk heel graag terug willen naar dat land. Om iets voor Iran te betekenen. Je gaat iets zeggen met maar erachter. Nee, er komt geen maar. Je gaat Nee. Oké. Wij gaan gewoon ervoor zorgen dat wij als groep, dat we georganiseerd iets gaan betekenen voor het land. Want alleen kan je niks betekenen. Oké. Alex Banzee, Shahin Nasri, Kautar Damouri, bedankt. Dit was ZOZ. Volgende week zijn we weer. Graag tot dan.